Als wij mensen zouden gaan berichten en eventueel opsluiten die foto's van hun geslachtdelen hebben opgestuurd, dan mogen we wel een paar extra concentratiekampen inrichten op de Veluwe. Hè? Met hem. kunt u mij horen? Ja, je moet niet oppassen wat je zegt, hè? Ja, maar... God, dat ik je begrijpt, dat ik zit hier te beven. Dat... Voordat je het weet. Eh, komt hoe die langs? Komt die Hofman langs? We kunnen vragen of Hofman hier rechts voor je in komt zitten. Dat zou natuurlijk wel lollig zijn. Om wat te doen? Nou, om, om ons ook de maat te nemen. Nou, dat heb ja. je. Ja, nou. ja. Op zichzelf was dit allemaal heel verdienstelijk natuurlijk. Alleen vond ik, ja, sorry. Ik moet even een hele ernstige stem opzetten natuurlijk. Ook de kwaliteitskrant die ik net nog even zat te lezen voordat jij belde. Die zei ook dat er een nieuw tijdperk begonnen in de Nederlandse Televisie-industrie. Daar geloof ik niets van. Kwaliteitskrant. Daar geloof ik helemaal niets van, want dan moeten de bezitsverhoudingen ook veranderen. En die zie ik niet 1, 2, 3 veranderen. En nieuwe tijdperken, dat de dagblad pers heeft een ongelukkige neiging om voortdurend nieuwe tijdperken te laten beginnen. Dat moeten we niet doen. Ik las ook dat dit de belangrijkste tv-gebeurtenis van de afgelopen halve eeuw is. Kom op, hey, dit is zo'n bult in de weg, weet je wel, zo'n hobbel. En je hebt soms van die hobbels die je tegenvallen, weet je wel. Ja. Je denkt, oh, dat valt we mee. Je vindt minder te weinig vaart. Je krijgt maar dan een klap zeg achter in de viering. Nou, zoiets is dit. Ja. Maar is dit de belangrijkste tv? Kom op. Ja. Kijk, eens, dus dit wordt veroorzaakt door twee dingen, eh, namelijk de zonderlinge gewoontes ongetwijfeld in de entertainmentcultuur. Je hoorde vroeger ook vaak haar verhalen over het toneel en dat soort van zaken. Punt 1. Het wordt grotendeels aangestuurd, onvermijdelijkerwijs niet waar, door de basisstructuur van het menselijk karakter. Ik heb al eerder gezegd, wij zijn een vrij groot zoogdier, wat doet aan geslachtelijke voortplanting. En voor heel veel, zeker jonge mensen, speelt dat een hele prominente rol in hun denk- en gevoelsleven. Ja. Ook vaak vertrouwen bij oudere mensen, zoals we daar hebben gezien. En natuurlijk. Kijk, wat er daar heeft afgespeeld, speelt zich. in Nederland, maar ook daarbuiten. elke dag op, op een hele reeks van organisatorische niveaus, af van het gezinsleven. tot aan de kantoren en de gezelligheidsverenigingen. en de, en de sportverenigingen. wat Rutte ook door. zei, hè? in zijn verklaring. Ja, het is. De, Komt daar plotseling een eind aan? Nou, je begrijpt die voice, die wordt goed geraakt, die zal wel niet terugkomen, want uh, noem je het op een aard, maar een Engelse naam heeft, die is het altijd goed toch in Nederland. Een paar van die flitsende zoeklichten en zo, Oké, dat moet te organiseren zijn. Dus die voice die, die overlijdt, dat is duidelijk. En, en dat John de Mol zich een tijdje koers moet houden, dat is natuurlijk ook zo klaar als een klontje. En dat de carrière van Ali B. ook een beetje voorbij. Nou. Dat, dat hoeven we allemaal niet moeilijk over te doen. Maar verdwijnt het verschijnsel van machtsongelijkheid. Eh, van, nou ja, van mensen die misbruik maken van die machtsongelijkheid. Zeker. Ik dacht nog bij mezelf: dit zijn allemaal wel hele jonge mensen in, bij die voice. Kun je niet eens beginnen met te zeggen: jongens, we doen geen 17-jarige meisjes meer of kinderen? Ze hebben de voice senior. Hebben ze ook? Nou, kijk, dat vind ik nog wel redelijk, hè? Ja, Zo'n senior die, die, die vindt het natuurlijk wel fijn als de regisseur zegt... u ziet er sexy ja, uit. Daar was ook niks gebeurd. Er was iemand die had gezegd, oh, hier is niets ja, gebeurd. Er is niks gebeurd, nee. Dan heb je te arme seniors. Nou ja, sorry. Je moet het ook weer niet al te geestig maken. Moet je enorm mee uitkijken in Nederland. Dus ja, ik vond het... Uh, gaat het plotseling overal compleet anders? Nou, misschien een halve week. Maar dan zal de personeelschef toch weer zeggen van... hé, hey, lekker koentje huh? <laughs> Ja, je hoort het ze zeggen. Je hoort het ze zeggen toch? Ja. Nee, nogmaals, waarom zijn we toch altijd weer van een nieuw tijdperk? Alles wordt anders, kom op. Maar Kijk. de bredere discussie is nu. Kijk, we zijn bezig met een enorm complex, langdurig emancipatieproces waarbij de, 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 de inderdaad structurele ongelijkheid van man en vrouw minder wordt. Maar dat is een heel moeizaam en langlopend proces. En dat duurt lang, wil je zeggen. Omdat zowel de menselijke natuur als de diep ingesleten culturele gewoontes daarbij een rol spelen. Dus dat kan nog decennia duren. Als ja. het proces al afgemaakt wordt, ja. Jij komt wat, uit, ik, ook, wat ik ook niet weet. Jij komt uit het onderwijs, er zijn nu geluiden, die zeggen dus je moet op de middelbare school, de basisschool, misschien ook op de universiteit, moet je hier meer aandacht aan hebben. Dus dat je tegen jongens zegt: hé, hey, gedraag je. Hè? En ga niet aan de billen van mij zitten als ze dat niet willen. Ik heb begrepen dat ook in het onderwijs een lopende band machtsongelijkheid ook leidt tot ongewenste seksuele relaties, gevoelens, weet ik veel. Dus ja, nogmaals, het, het is overal. Ja, maar vind je dat educatie daarbij kan helpen om dat te verminderen? Nou, ik betwijfel dat. Zie jij jezelf college geven? Educatie ook niet, niet geweldig leidt tot minder van racistisch denken en zo. Je kunt het samen uitleggen. Je ziet die leerlingen denken: fuck off een beetje slappige lul. Stel dat jij hier tijdens jouw tijd als professor aandacht voor had uh, gehad. en je had dit toegelicht. Um, en dan gezegd: jongens, moeten we niet doen. vooral de heren, gedraag je. Nee, ik moet je zeggen, daar heb ik het nooit over gehad in al die jaren. Ja, maar meer. stel dat je dat wel had gedaan. Denk je dat dat iets had uh, bereikt? Dat het effect had gehad? Nee, nou, wat ik bijvoorbeeld. Ik heb de Tweede Wereldoorlog uitgebreid behandeld. Ik heb nu net een dik boek gelezen over de Tweede Wereldoorlog, waarin een heel verdienstelijk hoofdstuk staat over de, de slachtofferrol van vrouwen in, in het oorlogsproces. Ik kan je maar zeggen, het is gruwelijk. Je hebt geen idee, ik ga geen praktische voorbeelden geven, maar je hebt geen idee, nietwaar, hoe, hoe misogynistisch de militaire cultuur in vrijwel alle denkbare landen is. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, Dat vrouwen gruwelijk gewelddadig behandeld zijn. Ja, dat die op een gruwelijke wijze vaak vermoord werden. Niet meetelden. Het is, nou, het lees het hoofdstuk. Je wordt er niet vrolijk De van. Het boek van Overie is dit. Ja, dit is ja. Overie. Ja. Straks nog een paar dingen over zeggen. Maar dit is Overy. Hmm. En dat is een heel verdienstelijk hoofdstuk. Want ik had dat. Ja, je weet wel dat, dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar dat het op die schaal. Nou, Met name het gedrag van de Japanners in China. Nou, daar heb je niet van terug. Nee. Maar goed, dat heb ik toen. Ik heb daar nooit aandacht aan besteed. Dat is wel een feit. Hm. Gesteld dat ik het college nog een keer zou doen, dan zou ik het nu wel doen. En wat, dat zou, je, wel. wat zou je dan zeggen? Dat het verbijsterend is. <laughs> nee, dat het, het, het banggedrag ten opzichte van vrouwen. In, in alle denkbare opzichten verbijsterend is. Maar dat is dan de analyse. Zou je Kijk, ook Kijk, sowieso doen? de hele Tweede Wereldoorlog moet niet geheroïseerd worden. Of gemythologiseerd. Of de Good War. Zoals de Amerikanen het vaak noemen. Het is een gruwelijke oorlog. Je hebt geen idee van de gruwelijke. Het heeft tientallen miljoenen slachtoffers gekost. Wat zeg ik? Misschien uiteindelijk wel als je alles optelt over de honderd miljoen. Uh, het, het is... Een oorlog is op zijn aller, allerbest een noodzakelijk kwaad. Moest het Derde Rijk verslagen worden? Ja. Maar wie hadden we daarbij nodig? De Sovjet-Unie. Minstens een even repressieve, misdadige en criminele staat als Nazi-Duitsland. Behalve dan misschien dat ze niet de genocide deden, hoewel dat tal van misschien wat kleinere gevallen zijn die je zo zou kunnen noemen. Hmm. Ja, dus we hadden de Sovjet-Unie nodig. He, er is in, in Nuremberg is het woord genocide niet gevallen. Ja, dus ja. Er zijn geen goede oorlogen. Maar even terug naar dat, dat voorval van The Voice. Vind je dan wel dat omdat daar iets aan te doen, denk je dat het effect heeft als we elkaar daarop gaan aanspreken? Wat je dus nu hoort en, en meer met elkaar over gaan praten? Ja, planten? je weet precies hoe het met dat soort effecten is. Dat is namelijk een, tijdelijk, heb je een tijdelijke bump in positieve effecten. En dan ja. zakken mensen weer terug in, in oude gewoontes. Ja. Oké, okay, dus, dus eigenlijk zit het in onze natuur. Het zit in onze natuur en het is die, cultureel diep ingeslepen. Zal het veranderen als het emancipatieproces van de vrouw zo doorgaat als de afgelopen half eeuw het geval is geweest? Daar heb ik wel eens positief over gesproken. Dan zal het uiteindelijk minder worden, maar niet volgende week. Nee. He? Het, is, het is niet een, een, een nieuw tijdperk wat aangebroken is omdat John de Mol nu plotseling een tijdje zich wat minder zal laten horen. Ja. Weet je ook dat we jongens minder een, een heldenstatus moeten toedichten? Is dat zo? Nou, dat hoorde hoor ik in deskundigen. Ik kan je zeggen, ik wil wel eens een schets geven van mijn jonge jaren. maar kan je zeggen dat dan niets van wat je nu net gemeld hebt. ook maar in de verste verte zich in mijn jeugd heeft voorgedaan? Nee, mijn ouders hebben ik dat niet. Ik ben mijn misschien... hele jeugd getraind door, door mijn medekindertjes. Ja, maar je ouders hadden misschien een ander beeld. Dus die dichter... Mijn ouders interesseerden het sowieso geen reet. Die, waren, die hielden zich bezig met elkaar, niet met mij. Hmm ja boel, je ziet die sluipt dan een toon van bitterheid in hè, ongehoord als er iemand de reden heeft om een, een, een televisiezender te beginnen die ongehoord nee dat is de konzert oké okay. nee dat is natuurlijk flauwekul heb je de hele uitzending gekeken ik heb helemaal niet gekeken hoe heb je dan je hebt de uit de krant ik heb in de krant gelezen is wel had ik een stuk sneller bovendien. Je leest eerst de eerste linie en dan de laatste. Ja, dat heb je alles verteld? Ja. Ben je in principe je heel goed geïnformeerd? Ja, wat vond je dan van dat John de Mol daar reageert? Nou, ook daar vond ik de opwinding wel rijkelijk groot. Was het erg gevoelig gesteld? Nou, nee, dat is zo klaar als een klontje. Maar dat hij dat zei en dat hij daar verder niks verschrikkelijks mee bedoelde, daar wil ik nog wel mee akkoord gaan. Ja, daar heb ik geen moeite mee. Nogmaals, ik vind het een bump in the road. Het is niet, het is niet een nieuw tijdperk. Niet wordt nee. alles, wordt anders. Nee. nee. zo is het niet. Maar ik denk dat Rutte wel heel blij was dat het eventjes niet over Kijk, zijn kant. Ja, onze mediacultuur heeft een natuurlijke neiging tot hysterie. Ja. ja dus als het eenmaal draait, dan, dan, nou ja, dan krijgt het een momentum dat je denkt: nou ja, kom op, jongens. Dat Even was wel het geval deze belangrijkste TV-gebeurtenis van de afgelopen halve eeuw, Hamehula. Ik weet er nog wel een paar andere te noemen dan. Ja. Maar het ging er wel heel veel over, hè? Dat was natuurlijk weer een ander. Ja, dit zijn allemaal dingen waar ik helemaal niet om lachen mag. Wat ging ik nou zeggen? Want jij vroeg mij. Ja, ik zei dat er heel veel aandacht voor was deze week. Voor dat, uh, ja, je weet dat we ondertussen 56 talkshows hebben. Ja. Hè? ja, ja. Want er komt elke week een talkshow bij. Dat is ook wel interessant. Tenslotte is, is er waarschijnlijk één, vooral omdat die voice nu ook weer verdwijnt. Dan heb je alleen nog dat programma van de slimste mensen. En, en, en dat programma met mijn broer en zus. En alle andere programma's zijn talkshows geworden. Die bovendien allemaal, elke avond allemaal hetzelfde onderwerp doen. Je denkt toch ook, als jij een talkshow zou hebben, dat je zou zeggen. Jongens, we hebben nu we hebben er 16 gezien, die gaan over hetzelfde onderwerp, dat ze nog mensen wisten te vinden die nog niet ergens anders hadden. Daar kijk je toch heel veel mensen naar. Ongetwijfeld, zeker de eerste keer, de eerste avond dat dit zich voordoet, zal dat het geval zijn. Maar ik vond ook dat een beetje over dan. Ik zou zeker, als ik eindredacteur van een talkshow was, zal ik zeggen, jongens we hebben dit wel gehoord, we weten hoe het zit. We kunnen eventueel nog een of andere verstandig iemand een statement laten maken en voor de rest besteden wij onze avond aan de Oekraïne. Weet ik veel aan het bijzonder slordige karakter van het gelduitgeverij van het nieuwe kabinet. Want dat is natuurlijk ook een hele rare toestand. Dat tientallen miljarden uitgegeven worden. En dat de AOW niet omhoog kan. Niet dat ik de AOW nodig heb, helemaal niet. En bezuiniging in maar... jeugdzorg wordt ook wel ja, bezuinigd. Het is, allemaal, het is, allemaal een beetje, het is gewoon een robbelig. Een heel robbelig voornemen. Ja. Ja, dat hebben die economen, denk ik, terecht aan de kaak gesteld. Nou, maar neem de jeugdzorg bijvoorbeeld. Die hebben dus jaren hebben die extra geld uitgegeven om de zorg te kunnen bieden. Uh, dus, en die dachten nu, we worden gecompenseerd. Die afspraak hebben ze met het vorige kabinet gemaakt. En nu de komende jaren moeten ze weer inleveren. Ja, nou is de jeugdzorg. Tom is een etterende wonde. Dat is die al weet ik, 20 jaar of 30 jaar organisatie. Hè? Nooit die gevallen gelezen. Van mensen waarbij het dan tenslotte totaal fout gaat. Het kind wordt vermoord, het huis in de fik gestoken. Dan blijken 17 verschillende instanties. Het lijkt al de talkshow wereld. 17 verschillende instanties hebben zich ermee bemoeid. En tegen elkaar ingewerkt en de verkeerde besluiten genomen. Maar nou, ik heb toch het idee dat ze de laatste jaren redelijk samenwerken. Gemeenten en nou, aanbieders. Dat zou kunnen, dat was niet mijn indruk. Maar goed, eh, ja, je zult dat dus eerst beter moeten organiseren. Denk ik eerlijk gezegd. Voordat er structureel meer geld naartoe gaat, wil je zeggen? Ja, want dan, kijk, dat is ook met dat onderwijs. Daar kun je miljarden in pompen. Maar vaak komt dat niet terecht waar het terecht zou moeten komen. Maar bij allerlei geheimzinnige, eindeloos vergaderende tussenlagen. De onderwijswereld is daar een, is daar een meester in. Uh, dus ja, kijk eens, eerst eens hoe dat in elkaar zit. Hmm. Ik, ik las laatst een verhaal over het Pentagon. Nou is dat weer qua grootte weer een hele andere. Uh, zaak, die besteden 250 miljard dollar per jaar aan, miljoen? Nou ja, in ieder geval een ongekend bedrag aan vergaderen en commissies waarvan iedereen weet dat ze volledig overbodig zijn. Uh, er bestaat zelfs een boek volgens mij van een meneer over banen die volkomen nutteloos zijn. Die volstrekt zinloos zijn. Wat staat daarin? Wat voor baan? Nou, die? Die, die worden allemaal opgenomen. Dus je kunt je wel iets voorstellen. En natuurlijk, vooral uh, publiciteitsmedewerkers, dat, dat type van personen. Hè? Ja, moet natuurlijk ook wel waarschijnlijk hele lieve aardige, ja, ontzettend leuke publiciteitsmedewerkers. Maar, uh, Communicatieadviseur? Ja, ik moet altijd denken aan de letterenfaculteit in Utrecht, waar ik in 1971 geloof ik in dienst kwam. En ik meen dat het kantoor toen drie personen had, kan er ook vier zijn geweest, namelijk een boekhouder, twee koffiedames en mevrouw die de deur deed. En toen ik wegging, ik wil niet zeggen dat ze tientallen mensen in dienst hadden, maar het was een vrij omvangrijke, academisch gevormde staf, waardoor je denkt, ja moet natuurlijk ook een beetje werkgelegenheid creëren. Ja, toch fijn van al die mensen. hebben waarschijnlijk geen werkgelegenheid. Ja, groeien, dat is maar, hartstikke fijn. Maar of het ook zinvol is, dat is te waar. Nee, maar ja, als je ze ontslaat, moet je ze iets anders gaan doen. Ja. De vraag is: is dat er wel? Dus ik zou zeggen: heel veel organisaties verdienen het om eens goed doorgelicht te worden. Oké. Okay. Ook als dan al die mensen op straat staan? Nou, misschien kun je iets anders verzinnen wat nuttiger is. Ik weet niet precies wat. Er, je weet dat er in tal van sectoren in Nederland enorme arbeidstekorten zijn, hè? in de bouw. In het onderwijs, ja, uh, niet, niet in die commissies. Die zitten allemaal vol met enorm belangrijke mensen. Maar wel voor de klas. Ja, dat is waarschijnlijk niet leuk om te doen. En, nee, en hoe komt dat? Hoe komt dat dat we dat zo georganiseerd hebben... dat de baan van onderwijzer voor een beroep met status... een uitzonderlijk zinvol beroep, als je dat goed doet... echt uitzonderlijk zinvol... Heel wat anders dan pepersuffeling, vergaderen, zoomen, streamen. Eh, stop ermee, dames en heren. Dat gelul tegen elkaar in zo'n brievenbus. Dat, dat zoom, geloof ik? De brievenbus. Ja, ja. ja. Stop ermee. Um, Waar hebben we nog meer? In de zorg. Hè? In allerlei essentiële maatschappelijke beroepen. zijn enorme arbeidstekorten. Dus. Misschien kunnen we uit. Van plekken waar mensen niet zulke zinvolle dingen doen. Mensen, misschien kunnen we daar mensen vinden die voor de klas kunnen. Ja. Of, of in de zorg kunnen gaan werken, of, of, of patiënten kunnen verplegen of weet ik veel wat. Ja, maar dan, moet je maar dan wel... moeten we natuurlijk het hele loongebouw ook anders inrichten dan we dat de afgelopen 30, 40 jaar gedaan hebben. Je wil zeggen meer salaris voor die mensen. Ja, je moet ze status geven. Hè? Wat willen jonge mensen tegenwoordig worden zanger? Nou ja, misschien nu even niet. Dat zou kunnen. Zag, okay. Influencer? Ja, influencer dat nog even. En en. YouTuber. Wat zag laatst? Levenscoach. Waar we het ook over. Oh ja, dat zou kunnen. Ja. Andere of, mensen helpen. Nee, nu zag ik vandaag ook weer in de Kwaliteitskrant een enorm stuk over een zingevingscoach. Ja, ja, ja. Nou, dat is toch werkelijk En maak ik ook de al, al mijn luisteraars nog eens even mededelen. Het leven heeft geen enkele zin. 0,0 er is niet een objectief vastbare zin. Maar u kunt er zelf moeiteloos een zin aan geven. Ja, was... Misschien vindt u wandelen leuk. Straks hebben we de vogeltelling. Eh, lees een lollig boek. Lees een detective. Is dat zinvol? Nou, totaal niet. Natuurlijk het zijn volledig uit de duim gezogen. verhalen. Maar het is best lekker om te lezen. Of u kunt nu toevallig even niet naar een museum, maar u kunt op alle andere momenten wel naar een museum. Nogmaals, geef uw eigen leven zin. Maar een object, er is niet, het is niet zo dat een hoge autoriteit, niet bij het, bij het begin van de oorknallig, zegt jongens, het is van de grootste betekenis dat het leven zin heeft. Ja. Nee, er is geen zin. Die zijn een betrekkelijk toevallige ontwikkeling natuurlijk. Het had ook anders kunnen lopen. Maar hoe kun je die, die, bijvoorbeeld die leraar hè, of die verzorger... dan kun je meer salaris geven, maar dat is niet het enige om het status uh, te vergroten. Nee, gekozen. dus je moet ook in je cultuur moet je kijken of je een aantal statusverlenende processen... of je die anders kunt sturen dan nu het geval is. Hoe doe je dat is. dan? Moet je zeggen, de leraar die is zo... Nou, sober... ik denk meer betalen, dat is al een heel belangrijke factor. Ja, maar wat nog meer? Je kunt je voorstellen dat je uh, televisieprogramma's maakt over klassen. Die jij zijn de laatste jaren nou, hebben bij een dream mij... We Dream nou, dat zou ik nou weer nou, liever niet doen. Waarom je een van de meest extreme groepen van, van onmogelijke leerlingen dan eruit zou moeten halen, doe dat niet. Maak ook vooral programma's over normale dingen. Misschien kunnen we ook eens ophouden met al die aandacht te besteden aan misdadige bendes, flikker Maastricht. Namens nou, ik ben nog bereid voor flikken Wageningen eventueel een, een, mijn hart over mijn hand te strijken. Hoor je het ook weer? Mijn hand over mijn hart te strijken. Maar nee, ook, ook die eindeloze aandacht voor criminaliteit stopt daar ook mee. Mag ik ook alle, alle autoriteiten eens vragen in TV-land? Kunt u mij een onbeschrijfelijk genoegen doen en het gewoon een half jaar niet over Tagi hebben? Kan dat? Kunt u dat zo regelen? Een half jaar niet over Tari. Wat dacht u daarvan? Grote god, nog een toe. Ik was, dacht hebben we eindelijk ze hebben van die verrekte holleder af. Dan hebben we hebben toch ook zo'n hele hollederperiode gehad. Hè? Wat een ellende. Wat een totaal gebrek aan de originaliteit. Wat een, wat een kluitjesvoetbal van de ergens denkbare soort. Maar als het in het nieuws is, moeten ze het wel brengen. Als er weer een nieuwsfeitje is, wat belangrijk als is. Als die uitgebroken is, dan hoor ik het graag. Oké, okay. en voor die tijd... Nou, maar hij heeft natuurlijk, hij voor die heeft... tijd zou ik zeggen, laten we een half jaar zwijgen over Tari. Ja, maar het is natuurlijk toch die misdaad. dat is niet voor niets, zo, vinden mensen zo leuk, omdat dat iets spannends heeft. Dat is natuurlijk een wereld die... die niet... Dan komen we aan een heel ander onderwerp. Namelijk dat wij voortdurend ons klaarblijkelijk vervelen. Eh, sterker nog, de kwaliteitskrant, sorry dat ik hem nu voor de derde maal eh, moet... Eh, is niet de volkschool. Heeft Al maanden heeft de, de, de kwaliteitskrant een rubriek... Van hoe verdrijven wij de verveling? Nou, dat is met van yoga, knikkeren, wandelen. God, ik weet niet wat voor gekke dingen ze al niet verzonnen hebben. Maar hoe is het mogelijk dat al die mensen zich kennelijk vervelen? Want ze willen ook op reis, niet, niet zomaar op reis, niet, niet gaan wandelen eh, eh, op een georganiseerd wandelpad op de Hoge Veeg. Nee, ze willen naar Nepal. Ja. Eh. Ze willen naar Nepal en dan willen ze, weet ik het, zes toppen van duizend, vierduizend, eh, nou, enzovoort, enzovoort. Ze willen bungee jumpen, wild varen, op de Mekong, haal dat toch op met die onzin. Wat is er mis met onze werkelijkheid? Dat vind ik ook zo raar met die verrekte virtuele brillen. Wat is, het, waarom een virtuele bril? Ik vind de gewone werkelijkheid hartstikke interessant. Ik verveel me nooit een moment, werkelijk niet. He, ik, zou, ik zou misschien moet ik dus een cursus. Misschien is er een vervelingscoach. He? Hoe leer je je vervelen? Schijnt, zo het schijnt, zoals ik lees ook wel, dat verveling heel creatief is. Dat je dan pas de lolleste dingetjes bedenkt. Misschien dat ik daar last van heb, dat ik ze niet bedenk. Maar wat is er mis met onze normale dagelijkse werkelijkheid? Die in Nederland bovendien in van alle gemakken voorzien is, althans voor de meeste Nederlanders. Wat mankeert er in je leven als je gaat wild water varen op de Mekong? Hè? Waarom hier je, hier je, je voor onze neus? Loopt een ontzettend leuk uh, oud riviertje. Hè? Waarom komt u daar niet wandelen? Is, je kunt hier ook kaan houden, hartstikke leuk. Ik geef toe: de kans dat u een tsunami tegenkomt is niet groot. Maar dat lijkt me alleen maar een voordeel. Want als mensen dan zogenaamd op avontuur gaan in de derde wereld. Waar ze natuurlijk ook alles kapot maken waar ze mee te maken krijgen. Hè, dan is het altijd georganiseerd avontuur. Het, 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 het doet net of het spannend is, maar het is helemaal niet spannend. Nee, dat is het probleem. Maar nogmaals, wat is er in godsnaam mis met onze werkelijkheid? Dat we altijd op zoek zijn naar iets anders, een andere, meestal nep werkelijkheid. Ga gewoon wandelen in je eigen stad. Je hebt geen idee hoe interessant het is. Kijk, wat mij betreft, overal even naar binnen. Dat doe ik altijd namelijk. Ja, vrij onfatsoenlijke gewoonten mogen oh, we ja? binnen te kijken. waar kijk je dan naar? Nou, naar de TV bijvoorbeeld. Je, ja, je kunt hele TV-programma's volgen. Of op je, de je dan zelf aanstaat. Of de slimps aanstaat. Ik, een hele enkele maal zie je jezelf. Ja, dat is wel. Ja, dat was een zo'n woning waar, ze, waar ik zelfs meerdere malen mezelf heb gezien op de avond. En blijf je dan even staan? Ja, kijk, ik denk, je, wat leuk. Hoe is het mogelijk? Hè? Realiseert je dat niet? Dat iemand in een souteraanwoning ergens in Utrecht okay. uh, naar jou zit te kijken. Jij kunt dat een stuk wel het gekke van televisie: dat je nooit realiseert dat er uh, hoeveel mensen we gisteren naar de finale gekregen? We kregen bericht van de redactie, 2,5. Oh, is de duwelen. finale al geweest? Okay. De finale als gisteren. Wie avond. heeft gewonnen? Uh, Jacob Derweg. Die ken hem niet. Ja, een hele bekende acteur. Oh voorkomen oh, al... volkomen terechte te winnaar, we hadden trouwens... Die zat bij op één jaar. We hadden een eerste klas finale met hele goede kandidaten. We hoeven ons voor de finale bepaald niet te schamen. Oké, ah, oké. Okay. Okay. Maar jij kunt natuurlijk wel controleren of de kijkcijfers kloppen. Want als jij heel vaak hetzelfde programma ziet, dan moet dat wel ergens hoog in de lijstje staan. Ja, nou, de slimste mens wordt geweldig goed bekeken. Maar als we zo'n top hebben, dan, dan bericht de redactie altijd even dat we een top hebben gehad. Oké, okay, nog nooit zoveel kijkers. Nou, ik geloof dat we in dat jaar met de hoe heet die uh, Hopcamps, dat we toen nog meer kijkers ja, ja. hadden in de finale. Dat zou kunnen. Dat was vorig, dat maar ja. Het was midden in de, in de total lockdown, dus dat zal daar een rol hebben gespeeld. Uh, maar goed, hoe dan ook, het wordt geweldig goed bekeken. Okay, maar jij loopt dus, het door... wordt verrassend goed bekeken voor wat in feite toch een, een hele eenvoudige en aardige quiz is. Ja. Jij loopt dus door die straat en dan kijk je dus naar binnen en dan kijk je en naar. Ik die... halen, ja, dan zie ik daar mezelf. Of een ander programma. Ja, maar andere programma's, die kun je helemaal volgen als je gewoon zit. Want ja, je weet hoe gek dat is dat Nederlandse gordijnen niet sluiten. Dat is een tot op heden onverklaard raadsel, maar wij doen dat niet. Hmm. Ja, ik wel. Ik trek ze altijd meteen dicht. Maar, maar ik denk dat mensen niet zien uh, hoe het eruit ziet als je dus van, van buiten naar binnen kijkt. Want dan kijk je natuurlijk, uh, dan valt het heel erg op. Maar als je binnen zit, dan denk je niet dat je in het volle licht zit. Nee, maar waarom ze zo open laten, dat blijf ik raadselachtig vinden. Ja. Want als je binnen zit en je kijkt naar buiten, natuurlijk. In, 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 wanneer gaat de zon onder? Op dit moment nog maar half vijf of zo. Nou, iets, veel, zoiets dergelijks. Dan kijk je naar zo'n zwart raam. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Dus dan trek ik de gordijnen dicht. Ja. Maar heel veel Nederlanders doen dat niet. Misschien vinden ze het leuk dat je naar binnen kunt kijken. Dus de geraniums staan er goed bij. He. Is trouwens de slimste. Is uit België toch uh, oorspronkelijk, Zeker. He? Dat is een Belgische formule. We hebben ook aanvankelijk, was, zat er, ik weet niet hoe lang, maar hij heeft een hele tijd een Belg gezeten om te kijken of we ons wel aan de regels hielden. Oh ja? ja. Terwijl het concept in België iets anders is, hè? want hebben ze van die cabaretiers ja. erin? Nee, dat, die, dat zo, zo. strak zijn de regels ook niet. De Belgen hebben een jury die uit twee personen bestaat. Dat, zo zijn ze niet begonnen. Ze zijn ook met één jurylid begonnen. Ze hebben nu twee en ze zijn veel meer de cabareteske toer opgegaan. Dus het is lachen, gieren, brullen, op een vrij ordinaire manier. Nou, je begrijpt dat ik onze uh, manier veel en veel beter vind. Sterker nog, ik las ooit een artikel, ik weet niet waar, maar ik vergeet, in de knak of zo, uh, dat ze vonden dat de Nederlandse versie eigenlijk veel meer een overeenstemming was met de oorspronkelijke bedoelingen dan wat de, de Belgen er nu van gemaakt hebben. Die hebben wel overigens oh, een prachtig decor. echt. Ja, dat is precies. Dat is schitterend, schitterend. En je ziet ook nog wel eens op, uh, op Google of zo... van stop Maarten van Osseman jurylid. Uh... Zeker, zeker. Is een, een, een brede maatschappelijke strobing. Uh, wat een leuk programma. We halen godsnaam die, die gevaarlijke linkse somber kijken. haal hem weg, weg daarmee. En dan geven ze ook allerlei suggesties... waar je denkt van... Uh, of, of ze geven zichzelf als suggestie, dat heb je ook nog wel eens. Ja, nou ja, je begrijpt wel dat zolang de kijkcijfers zo zijn als ze zijn, dat dat natuurlijk niet een invloedrijke stroom is. Precies, je hebt ook geen plan om te stoppen, hè? Nou, zolang ik mij redelijk voel, ga ik niet stoppen. En bovendien, ook dat is afhankelijk van de, van de redactie van het programma. Als die zou zeggen, nou ja, Filip en Maarten beginnen nu toch wel, wel heel erg krakkermikker te worden. En Pots van 3, dit kan eigenlijk niet meer. We moeten, we moeten iets doen. Ja, dat zouden, Kijk, alles, in, in, alles hangt in Hilversum van de kijkcijfers ja, aan. Ik vind zolang je natuurlijk al, zoals wij. Moet ik ook even afkloppen, natuurlijk. Maar herhaald ja, heb je hier niet. Eh, zolang wij. We hebben sinds. Hoe, laat, hoe lang zijn we begonnen? We zijn in 2012 volgens mij zijn we begonnen. De sportzomer. Ik denk dat we gestart zijn op. 600, 700.000 700 kijkers. En sinds die tijd is het alleen maar gestegen. En we zijn natuurlijk een, voor televisiebegrippen, en zeker voor een relatief simpel programma als dit is. Ja, is het een vrij uniek succes. Ja. En voor weet ik waarom dat zo is, dat vragen ze me ook elk jaar weer. Nee, dat weet ik niet. Hm. Het is gewoon zo. Ja. Ik vind het grappig dat Boulevard en zo en dat soort showrubrieken show ze hebben altijd aandacht ervoor. En die halen er altijd iets uit En dat wordt dan weer niet. Ze hebben gewoon aandacht voor. Programma's die goed bekeken worden, is vrij simpel. Ja. Ze hebben dat lijstje. Hè, dus de, 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 de dienst te luisteren. Nee, dat ik wou zeggen, luisteren en kijkgelden, daar ja, staat niet meer. En dan heet het volgens precies, mij. Precies, dat, dat kijkonderzoek. Dan kun je dus elke dag kun je naar de top 25 kijken. Hè. Nou, neem gisteren. Dan zijn wij het best bekeken tv-programma van de avond. Ook beter dan het journaal. Ja. Dat is uitzonderlijk. En dat vindt ook de redactie leuk. Dat we dan bijvoorbeeld. Hè, Beter dan de Voice hebben we ook wel eens gehad. En nu begrijp je, is dat helemaal een, een triomf. Dat mensen bereid zijn naar zo'n ongelooflijk sloom en sympathiek programma te kijken als de slimste mens. Niet waar? En een, en een zo treurig programma als de Voice over te slaan. Nou, dat is dan niet meer op, hè? Ja, ze dus kunnen niet meer de kijken. Voice heeft denk ik ook enorm last van het feit. Het was natuurlijk een heel populair programma. Daar hebben daar jaren miljoenen en miljoenen mensen naar gekeken. Het liep wel terug de laatste tijd. Is dat zo? Ja, het liep wel een beetje terug. Oh, maar goed, het, het is goed bekeken. Het was een succesvol ja, ja, tv-programma, zonder meer. En, en die mensen die daar een rol in speelden, die speelden natuurlijk de rol van, van want dat waren ook allemaal begeleiders Coaches. of zo. Coaches. Coaches, ja. dat, dat is het woord. Zingevingscoaches. Ja. dit geval zangcoaches is dan. En die maakte daar natuurlijk een hele fijne, sympathieke, empathische indruk van. helpen en zo. Ja, als dan blijkt dat die empathie eigenlijk een vrij dun vernietje geweest is. voor gedrag wat. Nou ja, op zijn minst eh, niet deugde. ja, dan begrijp je dat de woede betrekkelijk groot is. Je hebt het nooit meegemaakt in jouw TV-carrière, machtsmisbruik op de vloer? Zo, wat hier, zoals bij de Voice. Nou, niet, misschien niet zo specifiek, maar in zo'n ja, algemeen. Ik kan er bijvoorbeeld bij deze gelegenheid onthullen dat nog nooit iemand mij, eh, laten we zeggen, op een, op een rare manier geknuffeld heeft. Nee, nee maar misschien heb, heb, je, nooit, nee, maar maar. heb je het gezien bij anderen. Want dat is natuurlijk nee, nee, misschien heb ik niet goed opgelet, maar ik heb het nooit gezien, maar ik heb altijd meegewerkt aan programma's waar ze dat misschien niet zoveel doen. Dit is natuurlijk ook een beetje wat ik al zei. Een programma met hele jonge meisjes. en die willen, willen iets gaan doen in de entertainment sector. Nou ja, sowieso in allerlei opzichten. natuurlijk een enorm onbetrouwbare sector voor onze samenleving. He? Allemaal glitter en glans die vaak helemaal niets te betekenen heeft. Nee, ik, ja, ik ben natuurlijk begonnen bij talkshows. Die, die, daar heb ik dat in ieder geval nooit meegemaakt. En zelf ben ik nooit benaderd om, uh, nee. om de studio van B te komen bekijken. In, in Almere, ja. En de, de, op de universiteit ook niet? Want dat is natuurlijk breder Nou, dan. ik moet je zeggen dat al heel lang geleden. Tot onze lichte verbazing moet ik je wel zeggen. De hele universiteit bestikkerd werd met van. Bent u lastiggevallen? Of, of uh, bel dan dat en dat nummer. Dat wij dachten, ja. Ik weet, niet, ik weet niet of er toen veel mensen geklaagd hebben of dat het een soort van. Uh, ik heb ook nooit gehoord van, van klachten op dit terrein. Nee, professoren zijn natuurlijk ook wel eens in het nieuws geweest. Natuurlijk, van... ja. Wat ik al daar straks zei, het komt overal ja. voor. Op elk niveau, met elke vorm van ernst. Het, 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 het is denk ik voor een niet onbelangrijk gedeelte, sorry dat ik daar zo pessimistisch over ben en niet uit te roeien verschijnsel. Het kan minder worden, je kunt het reguleren, dat van alles en nog wat. Ja, je kunt die, die, die klachtenmogelijkheden kun je uitbreiden of beter organiseren, maar helemaal verdwijnen zal het nooit nee. Je hoopt natuurlijk wel dat de mensen die nu natuurlijk aangifte hebben gedaan, als dat inderdaad fout is geweest, dat ze dat kunnen bewijzen. Ja, dat is nog weer is nog een heel ander punt. Bewijs het maar eens. Ja. Ja. Het is allemaal hij, zij, 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 ja. Dus ja, de, de heien zullen zeggen: ja, maar ze, ze, ze hebben helemaal. Ze zeiden dat ze het ook leuk vonden. Ze vonden het ook graag. Heer? Ja, dat ze nu iets anders zeggen, dat is verstreken. Maar ik ben heel bang dat, dat wat die advocaat van ADB zei, dat al die zaken geseponeerd zullen worden. Dat zou mij niet verbazen, nee. nee. Ho, hoe moet je dat bewijzen? Mm. Dat wordt heel lastig. Uh, die Joon-dingetje. Oh, die had gezegd, heeft u een geil broekje aan? Ik bedoel, ja, nou, oké, okay, die mevrouw heeft ook een klacht ingediend. Zie jij een rechter daar komen tot, tot u krijgt uh, taakstraf van 270 uur. Okay. Maar Hij heeft wel die foto van zijn geslachtsdeel gestuurd. Daarvan kun je zeggen dat het is ergens uh, opgeslagen. Dat kun je ja. laten zien. Nou ja, je weet, als wij, als wij mensen zouden gaan berechten en eventueel opsluiten die foto's van hun geslachtsdeel hebben opgestuurd. Dan mogen we wel een paar extra concentratiekampen inrichten op de Veduwe. De dickpics. Ja. Overigens, hoe kom je op het idee? Maar goed, dat is. Sorry. Nou goed, het is als het ongevraagd gestuurd wordt, is het strafbaar, hè? Is het strafbaar? Hoe nee, dan? Dat staat in de wet dat het strafbaar is. Ja, maar goed, er komt nu een wet tegen, tegen seksueel misbruik. Ja. Die, die komt eraan of die is al ingediend. Ik weet niet. Meer. Wie gaat dat nou handhaven? Ik bedoel, als er nou iets in de laatste jaren duidelijk is geworden... dat we in Nederland aan de lopende band wetten aannemen... die vervolgens niet gehandhaafd worden. Dus ja, dat is natuurlijk ook een, een, een circus symbool. is dit. Ja, Een beetje flauwekul ja. allemaal. Met het Binnenhof was natuurlijk wel ontzettend onthutst. En uh, ze zeiden, we gaan het meteen aanpakken. Wie zei dat? Nou, alle, mensen op, alle politici op het Binnenhof. Van Hugo ja, de Jonge tot aan de... Ja, ja, ja. Bij zo'n incident als dit kom je natuurlijk niet in beeld van mensen. Mensen, kom, dat valt allemaal wat mee. Ja, u kunt wel een wet aannemen, maar dat is allemaal symboolwetgeving. Nee, dat hoor je natuurlijk niet gauw. Je weet, als politici nou iets weten, dan weten ze wat ze op het moment als dit moeten zeggen. Ja, ja. En de nieuwe staatssecretaris gaat met John de Mol uh, praten, de andere omroepen. Nou, kijk eens aan. Hè? Ben heel benieuwd. Moet John dan naar Den Haag komen of moeten ze gewoon naar Hilversum komen? Ik weet het niet. Nou, ik zou me niet verbazen, het laatste, maar goed. Is trouwens het beeld van, want je hebt hem een keer aan de lijn gehad, is het, een, is het inderdaad empathisch, is hij inderdaad uh, vrij kil en koel? Dat was een doodnormaal gesprek. En het, ik legde uit waarom ik niets, geen zin had om te doen wat hij mij vroeg te doen. En daar had hij <laughs> alle begrip van de wereld voor, ja. Ik moest nou, dat heb ik verteld toch? Ja, van? je moest iets gaan afkraken in het programma. ik nou, kwam het programma en dat was dan hartstikke leuk. En aan het eind kwam ik dan in beeld en dan zou ik alles afkraken. Inderdaad, één roman van Roma. Ik geef toe, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Maar omdat ik toch al een vrij negatief imago heb, dacht ik, ik moet dit er nog niet bij stapelen. Nee, 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 dat had hij bedacht. Dat was zijn format. Ja, dat was zijn format heet dat, hè? Ja. 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 En toen legde ik uit, omdat ik daar niet zoveel purve in had. Boah, vond hij allemaal heel begrijpelijk. Weer vergelijk of zo, zoiets zei hij. Ja, ja. Hij zei niet tegen jou van, ah Maarten, dan doen we er een ton bij en dan uh, kom je dat hier doen in Hilmsum. Nee, kan je verzekeren dat over geld geen fractie van een seconde gesproken is? Nee, nee. Dus je hebt er wat dat betreft positieve ervaring ook met hem? Uh, in, uh... Het was een voorkomen normaal en zakelijk gesprek. Ja, 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 ja. Het is ook niet zo dat hij zei van, kan ik uw hand vast komen houden in de Franse Halstraat? Nee, zo was het ook niet. Maar het was een volkomen normaal zakelijk gesprek. Ja. De Jeroen die is nu naar Amerika gegaan. Hè? Die is... Uh, oh. die is uh, ja. ja, heel verstandig besluit. Want daar, ja, daar verdwijn je in anonimiteit. Ja, hij zou daar in de kliniek zitten om af te kicken. Al maar. had ik hem op straat ook niet herkend, moet ik je zeggen. Nee. Nou ja, er waren dus mensen op Schiphol die hadden fotootjes gemaakt. En daardoor weten mensen het. En, dit, <laughs> en bij de KLM was er een lek. Die hadden dus zijn gegevens. Die wisten precies waar die ja, naar. Nou, dat zou... is niet zo best toch eigenlijk van nee. de KLM. Nee, die gaan ook het onderzoek instellen. Zo. Oh. oh ja. <laughs> Zo blijf je aan de gang, inderdaad. Ja. Lekker koentje, hè? Ja, je hoort het ze zeggen.